Onze hoofdtaak is eigenlijk een voorkomen om sociaal isolement te raken. En vooral nu in de coronatijd was dat natuurlijk wel, dat was heftiger dan normaal. Dus het is heel mooi dat we dan hier terecht kunnen komen bij Niels. En dat we hier nog alsnog een dagbesteding kunnen aanbieden. Een zinvolle dagbesteding eigenlijk. Door, vanwege corona, wij zijn gewoon voor veilig gebleek, want in de kantoor, dat was, daar loopt risico voor ander personeel. Dat was het idee van de directie, van onze begeleiding, om hier naartoe te komen voor, ja, voor afstaan, weet je, veilig, beter dan thuis zitten. En hoe is de sfeer hier? Ja, gezellig. Ja, als u hier vanmorgen was, was het echt een kakelend kippenhok. Iedereen kletst en doet en is druk. Ja, er is altijd wat te doen hier. Mensen kennen elkaar natuurlijk ook wel. Het is een beetje een mediterrane sfeer. Terwijl iedereen heeft een. Je denkt soms wel van, oh, hebben ze nou ruzie? Nee hoor, ze hebben gewoon een gemoedelijke discussie dan. Maar ja, het is leuk. Ik ben nu bijna 4 jaar bij Zorg en Blessure. En de zorg, we gaan straks verder met de kaarten. We hebben ook spelletje gedaan, sport. Maar nu, ik denk, was tijd voor bingo. Maar misschien gaat het niet door. Ja, hoe vaak, hoeveel dagen in de week zijn jullie hier in Niels Café? Op dit moment 2 volle dagen in de week. Dus dat zijn dan 4 dagdelen noemen wij dat. We beginnen soms met een uitgebreid ontbijtje. Dat is ook een belangrijk moment. Bepaalde koffiemomenten. Er is halverwege de dag wat ruimte voor spelletjes. Nou, even. Dus middags, na de middagkoffie, als we een beetje dreigen in te zakken, gaan we even wat sportief activiteiten doen. Een beetje op muziek. Sommige mensen doen dan zitdansen. En wat later in de middag wordt er vaak bingo gespeeld. Daar zijn erg fanatiek in. Voor de rest, ja, spelletjes als memory, domino. Om het geheugen een beetje fris te houden. En zijn alle deelnemers van Armeense afkomst of ook wel Nederlands? Ze hebben allemaal wel een Arabische of Irakese of Armeense achtergrond. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om hier naartoe te gaan? Het is een idee van mijn baas eigenlijk, de eigenaar. Die heeft volgens mij via zijn zaalvoetbalconnecties zijn ze eigenlijk hierover in gesprek geraakt. De horeca hier moet een verplicht even sluiten natuurlijk. Ja. En wij zochten eigenlijk even een andere locatie. Omdat de bestaande locatie even niet geschikt was. Die was nog niet coronaproof. Nee. Dus vandaar, wij zochten iets en zij zochten eigenlijk iets om invulling te geven aan die lege cafés. Dus een win-win situatie.